Vandaag op deze school is een themadag rond de eerste 1000 dagen van je leven. Hoe kun je die zo goed mogelijk beginnen? Er worden vandaag allemaal workshops gegeven over geboorte, seks, alles. Omdat dat zeg maar gaat over de toekomst van onze nieuwe jonge inwoners. En de gemeente die heeft preventie heel erg in het vaandel. En deze aanpak die past daar precies bij. In Nederland is het altijd van, het is je eigen verantwoordelijkheid. Maar wat jij niet weet, kun jij geen verantwoordelijkheid voor nemen. En dit zijn onderwerpen waar docenten iets van hebben, ik weet er niks van. Dus ik ga dat niet bespreken. En vaak kan ook beter een buitenstaan dat bespreken dan iemand vanuit school. Oh, dat is veel leuker. En normaal lessen daarnaast val je eerst in slaap. Oh, dit mogen ze elke dag wel doen. Ik vertel ze een heleboel. En ik laat ze nog een bevalling zien. Mijn hart ligt bij deze doelgroep. Ongezond zwanger worden, slechte zwangerschapsuitkomsten en zo in een cirkeltje komen. En ik zou die cirkel heel graag willen doorbreken. Ik heb vorig jaar deze workshop ook gegeven en ik heb wel gemerkt, ergens sijpelt het wel binnen en ergens blijven we wel plakken. En daar doe ik het voor. Bij een zwangerschap, ik wist niet dat je daar pillen voor moest slikken voor een open ruggetje of zoiets. En dat je ook dingen kunt doen als je weet dat je zwanger bent, dat het goed verloopt. Ik hoop dat een dag als vandaag dat oplevert, dat ze voor zichzelf ook een goed beeld wat de risico's zijn en ook wat het betekent, de verantwoordelijkheid zeg maar, hè, voor die eerste 1000 dagen. Door hun echt ook op een beeldende, interactieve manier duidelijk te maken welke rol ze zelf kunnen pakken. En ik vind dit initiatief van deze school echt super. Je kan eigenlijk niet vroeg genoeg beginnen met mensen erop voor te bereiden op een gezonde leefstijl. Ik vind het fantastisch dat deze school dat doet. Dat vind ik echt heel goed.